Excuseer, mag ik u een vraagje stellen? Is het de eerste keer dat jullie hier komen? Nee, we komen regelmatig. Ja. Voor mij is het de allereerste keer. Vertel mij nu eens, waarom zou ik naar de sauna moeten gaan? Nou, in de eerste plaats voor de gezondheid, voor de sfeer. En het is een totale ontspanning. Even weg van alle stress en alle kopbrekerij, zal ik zeggen. En het is gewoon zalig. Met welk gevoel kom je naar buiten na zo'n saunabeurt? Oh, een heel heerlijk gevoel. Heel ontspannen. Dagen erna kun je nog nagenieten ervan, vind ik. Ik zei het daarnet, ik ben nog nooit naar de sauna geweest. Welke sauna zou ik nu moeten doen? Want er zijn verschillende types, heb ik mij laten vertellen. Ik denk dat deze sauna eigenlijk de schoonste is, een uur in een omtrek. Qua kwaliteit, prijsverhouding, eten, alles is prachtig. Ik denk dat het een 100% aanrader is. Ik denk dat je niet verder moet zoeken. Er zijn verschillende soorten sauna's hier binnenin. Je hebt zo de opgietsauna, je hebt de infraroodsauna. Wat is jouw favoriet zo'n beetje? Mijn favoriet is daarachter, helemaal achter de houtgestookte sauna. Dus de natuurlijke sauna, zoals ze vroegere jaren en nu nog in Zweden, Noorwegen. Dus volledig met houtgestookt. Dat is het van het. En waarom dan precies? Omdat de sfeer in een houtsauna veel beter is, zal ik zeggen, als in een sauna die gestookt is met elektriciteit of met gas of zo. Dus daar heb je de pure natuur, de geur van het hout. Dat is echt het. Is het de eerste keer dat u naar de sauna komt? Toch niet, ja. Nee? Hoe vaak komt u? Vroeger iets meer dan nu. Nu is dat nog één keer per jaar, verjaardag. Maar vroeger was dat wekelijks. Ja. Met de kinderen is dat wat moeilijker. Met welk gevoel kom je buiten? Kan je dat poëtisch omschrijven? Een ontspannen gevoel. Volledig relaxed. Ja. En hoe zit dat zo met de hygiëne en zo? Want sommige mensen maken zich daar een beetje zorgen over. Van ja, maar is dat allemaal wel proper en zo? En, is dat allemaal oké? Okay? Dat is uitstekend hier. Ja. Ik heb al verschillende sauna's gedaan en ik vind dit hier een van de beste sauna's. En waarom gaat u precies naar de sauna? Wat doet dat met een mens? Oh, dat is een wekelijkse ontspanningsdag hè, voor ons. Wekelijks zelfs voor u? Ja. En met welk gevoel gaat u naar buiten? Oh, dan zit je zo licht als een veertje. Hè. Als je een dag om is, ja, volledig uitgerust. Kunt u zich dat nog herinneren, de eerste keer dat u naar de sauna ging? Ging dat met enige gêne gepaard? Ja, dat weet ik nog. Ja. Dat is ongeveer 15 jaar geleden. En dat was 5 minuten en dan is dat voorbij. Ja. Ja. Welke tip kan u geven aan mensen die zeggen van ja, ik heb er toch wel een beetje problemen mee om helemaal naakt te gaan? Ja, je mocht je hand ook rond u houden. Hè. Dus dat is geen probleem. Hè. En dan, als je 10 minuten in de sauna zit, dan laat je jezelf vallen. Had u dat ook, mevrouw? In het begin met je die gêne. Stel, u heeft een goede vriendin en die wil die overtuigen om mee te gaan, maar die zegt van ja, ik heb daar toch wel een beetje een probleem mee. Hoe ga je die overtuigen dan? Het is de eerste 5 minuten is het erg, vind ik. Maar dan, als je een keer zo ver bent, je ziet dat iedereen zo is, dan vind je dat niet erg. En wat is uw favoriete sauna dan zo? Opgietsauna. Ja, met geuren. Dat is wel een probleem, want uw man vindt dat net niet leuk. Hoe gaat dat dan? Nou, ga ik alleen, hè. Is het de eerste keer dat u naar de sauna gaat? Ja, en doen al jaren. En hoe vaak gaat u? Toch wel 2 keer per om de 14 dagen. Zo. Dat is vrij veel. Waarom doet u dat zo vaak? Ik vind dat ontspannend. Ja? Ja. Met welk gevoel komt u naar buiten? Een proper relaxed gevoel. Ja, ik heb dat eigenlijk wel heel, en zeker in de winter. In de zomer heb ik dan minder geniet van, maar in de winter, ja. Want we gaan nu van zeg maar 5 graden buiten naar hoeveel graden binnen? 80, 90 graden toch wel. Ja. 80, 90 graden, is dat dan wel gezond? Ik vind dat wel. Als mensen goesting, hè. Ja, ik vind dat wel goed. Je hebt een ferme tas bij, wat zit daar allemaal in dan? Oh, weet je. Pengewaars, een kussen, een handdoeken, van alles, slippers. Dus voor een volledige dag of voor een volledige week of zo dat je komt? Of, ja, voor een dag. Is het de eerste keer dat jullie naar de sauna komen? Nee, we doen dat eigenlijk jaarlijks. In het najaar proberen we een dagje met ons twee naar de sauna te komen. En waarom dan in het najaar zo, die periode? Najaar, het einde van de zomer, een beetje voorbereiding op de winter, denk ik.
dat we dat toch wel belangrijk vinden, ja. Ja, doet dat goed voor de gezondheid dan ofzo? Of hoor ik dan zoiets in jullie stem? Ja, ik denk het. Ja, een stukje ontspanning ja, toch wel belangrijk is voor ons, ja. Ik kom regelmatig naar de sauna, ja. Ja. En hoe vaak is dat dan? Toch een keer of 6 per jaar, ja, ja. En waarom komt u dan, zeg maar, om de 2 maanden? Goh, ik kan me hier goed ontspannen en ik vind het echt heerlijk. Ik geniet ervan. Ja, ik ben zelf nu nog nooit naar de sauna geweest. Hoe zou je mij overtuigen om daar toch eens binnen te gaan? Goh, zeker hier in Heesemeer is het wel de moeite om naar hier te komen. Omdat er zijn verschillende sauna's en je kunt buiten. Het is hier lekker eten, dus echt een dag ontspannen. Zeker eens doen, ja.